Ondanks de vele oproepen van de regering om Phagwa slechts in familieverband te vieren, heeft een deel van de samenleving daar geen gehoor aan gegeven. Het was een drukte van je welste, de Wakapassi in de palmentuin en aan de waterkant. Veel mensen zijn er toch op uitgetrokken om Phagwa te vieren. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid heeft vandaag in een statement aangegeven dat met het gedrag van de feestgangers gisteren een derde coronagolf niet is uitgesloten. Het zal heel jammer zijn als we met z'n allen ons laten gaan op Phagwa om straks weer in een derde golf te zitten. Het ligt in uw handen, het ligt in uw handen nu om de situatie stabiel te houden. Het ligt in uw handen ook om het weer weg te geven. U bepaalt wat u doet. Indien u uitnodiging hebt van iemand, bel de persoon en meld dat ik niet kom, omdat er nog steeds COVID in Suriname is. We zitten wel onder de 5%, onder de 7%, maar COVID is niet weg. Het is nog niet weg in Suriname, uit Suriname. Nogmaals, wij benadrukken het belang van de preventieve maatregelen. Mondkapje op, handen wassen, afstand houden. Wij stimuleren mensen zoveel mogelijk te gaan vaccineren. Weliswaar nu de kwetsbare groepen. En ik ontraad en ik ontmoedig u om op Phagwa feest te vieren. De nationale feestdagen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Bronte Somaharjo maakt zich ook zorgen om een eventuele derde coronagolf. Om de gemeenschap op deze dagen te beschermen tegen COVID-besmettingen zou de regering kunnen besluiten om alle feestdagen af te schaffen. Somaharjo zegt daarop dat de meeste van deze dagen religieuze dagen zijn. Nee, het zou niet goed zijn als we de nationale dagen afschaffen. Vooral de dagen die te maken hebben met religie. Want de religieuze diversiteit is de kracht van onze natie. Wat gisteren is gebeurd is jammer. Het grootste gedeelte van onze bevolking houdt zich aan de regels. Gisteren is het misgegaan. Ik hoop niet dat dat een derde golf veroorzaakt. Maar u kunt ervan uitgaan dat we krijgen straks weer een paasweekend, een aankomend weekend. Dat we nu zwaardere maatregelen gaan treffen. Want we moeten ons volk beschermen. Dat is de taak van de regering. En als er daarvoor zwaardere maatregelen moeten worden getroffen, dat je bijvoorbeeld bepaalde gebieden niet in kan gaan, dan moeten we dat doen. Maar dat moet allemaal nog besproken worden in de regeringsraadsvergadering. En wij wachten ook de directieven van de president af. Dat was minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken. Het uitbundig vieren van Phagwa gisteren zou ertoe kunnen leiden dat we te maken krijgen met een derde besmettingsgolf.